Zeker jaren naartoe geleefd heeft met het paard. Hij is het paard al zes jaar aan het voorbereiden. Clinton kan een beetje nukkig zijn, maar heeft natuurlijk een enorm springvermogen. Zwaait dikwijls heel hoog over de hindernissen, zeker met de achterhand. Heel spannend dus. Goed over het voor België. Water. Dit zijn twee moeilijke hindernissen. Kom aan. Hij raakt hem even aan, maar blijft liggen. En dit is de moeilijkste, 9. Ja, maar Clinton heeft zoveel vermogen dat hij erover zwaait. Het gaat tot nu toe heel goed. Nu moet hij goed doorgalopperen voor de tijd. En dan weer verzamelen voor de muur. Goed. Het gaat goed op naar die drie sprong. Concentratie voor de drie sprong. En dat is goed. Clinton geeft alles. Nog drie hindernissen. Oh. Wat gebeurt daar? Die plank is er afgewaaid. De plank is er gewoon afgewaaid. Het is hier inderdaad behoorlijk beginnen waaien. Ja. Maar wat moet er dan gebeuren? Geen probleem. Nee. Hij mag de hindernis springen zoals het is. Hij had ook niet de tijd om te stoppen. Dus volgens mij, volgens het reglement, is er geen probleem. En hij doet het foutloos. Dirk de Meersman. Ja, hij mag zijn achterpoten nog eens uitzwaaien. Fantastisch, Dirk. Fantastisch gedaan. En je hebt gedaan wat er van jou werd verwacht. Er staan op de dag dat het moet voor België. Dit is trouwens de allereerste foutloze ronde binnen de tijd. Na Leopold van Asten en Wim Schreuder.